Want het is echt insane. Moet je kijken, dit is een nieuwere variant van de game. Maar wat de actual fuck. Vandaag heb ik iets super vets voor jullie. Ik heb namelijk een video over de top 5 ergste hackers in Fortnite. Ik heb 5 clips verzameld met daarin hackers. De ene clip is, laten we zeggen, vanaf het perspectief van degene die wordt gekild door de hacker. En ik heb een paar hele erge clips van hackers zelf die zelf een video hebben gemaakt en die op YouTube hebben gezet. Geloof me, er zitten een paar hele erge hackers tussen. Dus jongens, abonneer alvast als jullie dit soort video's vaker willen zien. En drop die like sowieso even. Abonneer, doe dat eventjes. Ik weet dat heel veel van jullie die nu kijken niet geabonneerd zijn. Dus ik verwacht zeker eventjes dat jullie even abonneren. Weet je wat, ik ga niet te veel lullen. Ik wil gewoon een beetje snelle video hiervan maken. We gaan gewoon door 5 clips heen met daarin dus hackers. En ik heb ze dus een beetje gezocht en een beetje gekeken naar mijn persoonlijke opinie. Van wat vind ik nou de ergste hackers, wat vind ik nou de minder erge hackers. En ik heb 5 gevonden. Laten we beginnen met een best wel erge hacker. Daar kunnen we beginnen. Ik heb hier even kijken een clip van Vissy Sports Lager, zo heet hij. En even shout-out naar jou, want daar komt natuurlijk de clip vandaan. En hij wordt hier gekild door een hacker, dat kan ik alvast vertellen. Maar ja, ik ga jullie laten zien hoe. Laten we gewoon gaan kijken. Alright, hij loopt hier. Hij schiet, maar het lijkt... Oké, okay, ik zet heel veel pauze. Het lijkt alsof dit een connection error is, oké? Okay? Ja, dat is wat je als eerste denkt. Als je iemand tegen de muur aan ziet lopen en je krijgt een random shot. Dat kan, maar we gaan verder kijken. He just shot me. Bro, we all DC'd. What the fuck? It's an epic thing. Ja, hij zegt dus iedereen is gedisconnect. Yeah. En hij is dood. I just died. En hij is random dood door It's Pop. En dan gaat hij nu kijken naar It's Pop zometeen. Alright, kijk links onderin. Kijk links onderin hoe hard dat gaat. Ik ga even iets terugspoelen. Ik zou ook even inzoomen op links onderin. Dan kan je zien wat er dus gebeurt. Want er worden super veel mensen gekillt opeens. Let op. He just killed everybody. Moet je kijken hoe hard dat gaat. Echt insane. With a vehicle. En dan zie je nu dat hij 87 kills heeft. 87 kills? What? What the fuck? Dat is echt insane. Hij heeft de 87 kills met een shoppingcart gemaakt onder de map. En dit is echt insane. Het kan zijn dat dit een glitch was en niet echt een hack. Maar heel veel mensen zeggen dus, ja, dat kan je eigenlijk alleen doen met een hack. Dus heel erg grote kans dat dat het is. Dit was ook achteraf de reden waarom de shoppingcarts tijdelijk gedisabled waren. Omdat dus deze hack gepatcht moest worden. Alright, dit was dus echt een insane erge hack. Laten we dan meteen doorgaan naar de volgende nummer 4. En nummer 4 is ook echt een hele erge hack. Maar deze staat op nummer 4 omdat het een hele oude clip is van echt het allereerste begin in Fortnite. Maar het is een hack en het is een hele bekende hack. Misschien zullen jullie deze wel kennen, sommigen van jullie. Want hij is best wel bekend. Laten we eens gaan kijken naar deze hacker. Oké, de naam van deze hacker is The Random Station. Ik ga ervan uit dat hij al lang, maar ook echt al lang, gehackt is, maar geband is. Laten we eens gaan kijken naar wat er gebeurt. Het is echt een hele oude clip, dus de graphics zijn echt minder. En je ziet dat de zon ook heel raar eruit ziet. Maar hij maakt hier een kill. Hij maakt hier meteen een kill. Zag je dat? En hij maakt hier volgens mij nog een kill. Je moet even links onderin kijken, want daar zie je of hij kills maakt. En hij maakt nog 2 kills met 1 shot, leek het op. En hij killt allemaal mensen van insane afstand in een paar shots. Het is echt niet normaal. Moet je kijken hoe die ook beweegt. Hij stuit het van links naar rechts. En zometeen doet hij iets heel erg raars. Hij loopt hier door. Volgens mij maakt hij misschien nog 1 kill. Je ziet ook rechtsbovenin dat, dat er nog 5 mensen over zijn. Er staat wel rechtsbovenin dat hij 0 kills heeft. Maar dat klopt voor geen meter. Want hij maakt daadwerkelijk wel kills. Dan gaat hij hier even kijken de muur in. En dan gaat hij door de muur. Gaat hij mensen schieten. En nokt hij iemand. En ja. Dit is echt insane. Hij kan gewoon door dingen heen schieten en killt er met mensen. Dit is echt een van de ergste hackers die ik ooit heb gezien. En hij heeft gewonnen. Yay. Hoe kan dat toch? 10 kills in no time. Laten we dan doorgaan naar nummer 3. En nummer 3 is een wat langere clip. En het is van een YouTuber. En deze YouTuber heet, even kijken, hoe heet deze dude? Hij heet Random. Shoutout aan Random. Sowieso een super vette clip. Hij heeft een hele video erover gemaakt. Maar we gaan even een klein stukje daarvan bekijken. Dus laten we het eventjes gaan doen. Random is hier aan het lopen. En hij wordt random gesniped. En je zou denken, dat kan. Dat zou kunnen, dat gebeurt. Het kan.
Maar hij is zelf ook al een beetje verbaasd. Het is iets van 200 nog wat meter was het. En je ziet dat het door een no-skinner gedaan is. Dit is zijn allereerste kill. Did I just find a cheater? How did I die? Yeah. Hij denkt ook van, hoe kan dit? Meters, I was behind that 250 meter, zegt hij. Did I just find a cheater? I had to. Echt insane. Hij heeft een hunting rifle. Oké, hier gaat hij kijken naar hoe dat gebeurt. En dan gaat het nu checken. He's not even looking at me. Hij schiet random naar beneden en killt iemand. Kijk zijn gezicht. Are you kidding me? He's not even looking at me. Dit. Het is zo vaag. Het is zo vaag wat daar gebeurt. En hij kan er maar niet achter komen hoe het gebeurt. Maar het is uiteraard een hacker. Het kan niet anders. En ik vond het een plek 3 waard. Want dit is een vrij recentelijke clip. Want er zijn niet zoveel recentelijke clips van hackers. Want zoals sommige van jullie al weten, klaagt Fortnite je aan als je hackt. Dus een grote kans dat ze je aanklaagt. Ze hebben het in het verleden al bij beroemde hackers al gedaan. En je wil natuurlijk niet dat je aangeklaagd wordt. Dus het gebeurt niet zoveel meer. Volgens mij zijn er ook niet zoveel hacks meer. Maar ik vond het zeker eventjes het waard om te laten zien. Want dit is een van de meest recente hackers die zijn gevonden. Laten we dan doorgaan naar nummer 2. En vanaf nu wordt het eventjes een heel ander level. Want vanaf nu gaan we het perspectief krijgen van de hacker zelf. En holy shit, dit is echt insane wat jullie nu gaan zien. Ik heb hier een clip van een hacker. Ik heb hem even random ergens ingestopt, want het is een hele lange video van een hacker. Dit is oprecht de allerbekendste hacker in Fortnite. Het is namelijk BlusCrus. BlusCrus heeft meerdere video's gemaakt in het verleden over hacks. De enige reden waarom die op 2 staat is omdat het een wat oudere hacker is. En volgens mij is aangeklaagd en daardoor geen video's meer maakt over hacks en dat soort dingen. Maar hij heeft in het verleden dus hacks gemaakt en zeker weten hacks gebruikt. Hij heeft hier een gameplay waar hij 25 kills maakt met zijn hack. Ik ga een klein stukje laten zien van hoe dat in zijn werking gaat. Laten we eens even kijken. Je ziet hier al dat hij een soort van charm om zich heen heeft. Zo noem je dit een charm. En met deze charm kan je dus erachter komen waar mensen zitten. En of ze achter muren zitten of niet. Kijk, je ziet al dat iemand hier is geland. En hij heeft 1 bot. Ik weet niet of je het kunt zien. Je kan al zien dat hij in de verte allemaal mensen kan zien lopen. Maar als hij op iemand schiet, dan aimlockt hij op zijn hoofd. Dus hij kan niet missen. En dat is natuurlijk heel erg vervelend voor andere mensen. Laten we eens gaan kijken of hij die gast kan pakken daar die om de hoek komt zitten. Waarschijnlijk zoomt hij in op zijn hoofd en hij kan geen shot missen zoals ik al zei. Holy shit, dit is echt heel erg. Maar zoals ik al zei, dit is een wat oudere clip. Hij lokt nu op iemand anders per ongeluk terwijl hij hem wil killen. En hij killt hem heel erg makkelijk. Al helemaal met de burst is het makkelijk, want je hebt natuurlijk geen recoil met een hacker, met een hack. En hij heeft natuurlijk ook niet zoveel nodig. Dus hij zal deze persoon waarschijnlijk ook super makkelijk killen. Pak zijn wapen, schiet het door zijn hoofd heen en het is gelijk afgelopen. Dit is echt misschien wel een van de ergste hackers. Maar het is niet de ergste hacker die ik heb gevonden. Er is een ergere hacker en die ga ik nu aan jullie laten zien. Want ik heb er hier wel genoeg van gezien. Laten we doorgaan naar de allerergste hacker die ik heb kunnen vinden. Het is namelijk iemand waarvan hij zijn eigen naam heeft geblurred. Dus ik kan het niet precies zeggen, maar laten we gewoon de video afspelen. Deze video wil ik misschien wel helemaal af gaan kijken. Want het is echt insane. Moet je kijken, dit is een nieuwere variant van de game. Maar what the actual fuck. Hij schiet volgens mij zelfs door muren heen. Hij heeft een lekker muziekje op de achtergrond staan. En daar moet ik even overheen praten. Want anders gaat het ik ga copyrights krijgen. Sterker nog, ik ga de muziek wel eventjes uitdoen. Maar dit is echt insane. Hij schiet gewoon random mensen door hun hoofd heen. Moet je kijken, hier heeft hij een andere clip met een Desert Eagle. Dat hij daar mensen mee neerschiet. En hij heeft zelfs links onder zijn map, of onder zijn health bar, zie je dat hij een soort van minimap heeft. Waar hij precies kan zien waar mensen in zijn omgeving zitten. Dit is echt insane. Dit is echt de allerergste hacker die ik heb kunnen vinden. En waarschijnlijk ook een van de ergste hackers die überhaupt ooit gevonden is. Hij is wel slim door zijn eigen naam te blurren, uiteraard, want anders wordt hij verbannen. Hij heeft natuurlijk een no-skin. En ja, dit is echt heel erg, jongens. Dit kan niet. Zo kan je niet zijn. Dit mag niet. En dit verpest het hele spelletje. Gelukkig zie je dit bijna nooit tot helemaal nooit. Ik ben persoonlijk nog nooit een echte hacker tegengekomen. Ik hoop dat het ook nooit zal gebeuren.
Want dat zal betekenen dat het hele spel natuurlijk een beetje verpest is. Hetzelfde geldt voor glitchers. Mensen die glitchen gebruiken. Ik weet toevallig dat er een paar mensen zijn, ook in de Nederlandse YouTube community, die glitches misbruiken en glitches gebruiken en daar kills mee maken. Dus niet doen als je dat doet. Je bent echt een droeftoeter. Leuk woord daarvoor. Je bent een droeftoeter als je dat doet. Maar ja, sowieso. Echt heel erg, echt heel naar dit soort mensen. Jongens, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Dit was de aflevering voor nu. Klik even op het abonneerknopje als je nog niet geabonneerd bent. Abonneer op de video, vraag dus. Like eventjes, klik op de video's hieronder. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Peace out.